vijfde etappe loopt van Valkenburg naar Herkenbosch. In Landgraaf wordt er via de Wilhelmina Steenberg en bestaande routes naar Heerlen gereden. Met mooie technische stukken gaat de route verder over de Brunsumerheide. Daarna loopt het parcours dwars door de bossen langs de Nederlandse en Duitse grens. Via landweggetjes en bospaden loopt de route naar de finish in Herkenbosch. Wij hebben twee kinderen, Juri, een zoon van 7 en die heeft Duchenne en een dochter van 5, Tessa. Juri is een heel vrolijke jongen, heel positief, houdt van sporten, bewegen, fietsen, voetballen. Juri was 2, toen gingen wij op fysiotherapie en na een jaar bleek dus dat hij nog steeds niet vooruit kwam. En dan hebben ze een spierbiopt gedaan. Nou ja, daar kwam het dus uit. Uit het bloedonderzoek, het is Duchenne. En uit de spierbiopt, het is Duchenne. Ja, dan moet je naar huis. En dan ben je met z'n drieën in de auto en dat is toch wel heel heftig. En dan ben je wel heel erg met je eigen verdriet bezig. Niet met elkaar, niet met Juri. Met je eigen verdriet. Wat gebeurt er nu? En ik weet nog heel goed dat we terugrijden en we hebben kindermuziek erop staan. En dan komt het nummer van K3, mama. En het eerste wat ik zei, doe dat nummer uit. Ik kan het nu echt niet horen. En dat kan ik nog steeds niet. Ik vind het heel moeilijk om dat nummer te horen. Het eerste waar je heel veel aan denkt, is toch het overlijden. Mijn kind gaat hier dood aan. En dat is wel iets wat gewoon heel moeilijk is. En langzaamaan, na een paar jaar, dat is er wel. Dat weet je ook wel, maar ik hoop dat hij gewoon een heel lang leven mag hebben. In ieder geval in geluk. Dat hij heel gelukkig is en dat hij geniet van het leven. Ja, je bent iedere dag wel mee bezig met het, dat hij ziek is, zeg maar. Dat begint 's morgens aankleden, begin het dan mee. Ja, van de trap af. Hij wil graag van de trap af gedragen worden. dat soort momenten, ja. Nou ja, en dan krijg je een telefoontje van een tante van je. Die werkt bij een sportschool. En ze heeft een stel leren kennen die fietsen voor Duchenne. Het idee begon te ontstaan om een spinningmarathon te gaan doen. En toen reageerde zij daarop en ze was helemaal verbaasd dat wij voor Duchenne bezig waren. De kinderen die lekker rond zitten te rennen en te lopen en Juri's vriendje. Nou ja, en dan is er nog een film over Duchenne. En dan vertellen twee mannen over hun team. Ja, en die jongen is overleden. Dat hakt erin. Ja. Moeilijk. Moment. Het gevoel van ooit. Maar ja, daar moeten we niet aan denken, want dat maakt je alleen maar verdrietig. Dat wil je eigenlijk niet. We hebben het ergste wat je kan overkomen voor je gevoel, heb je te horen gekregen. Maar het heeft ons ook heel veel goeds gebracht. Ja.
Ik ga naar de volgende versnelling in 2014. Want dan wil ik, als het even kan, de zevende keer meegaan. Toen we met de sponsorwerving bezig waren voor Duchenne, we hebben een team van 3 deelnemers, 7500. We hebben een versnelling bijgezet en we zijn beëindigd boven de 18.000. Als het tijd ervoor is. Als ik het bordje Nijmegen zie, dan gaat hij vol gas. Ik ga naar de volgende versnelling op het moment dat ik 1 biertje heb opgedronken. Dat ik graag een tweede, een derde, vierde wil. Eindeloze versnellingen. Wil één van jullie naar voren komen? Jullie verdienen namelijk, eigenlijk met het hele team, de sokken. Voor de Held op Sokken uiteraard. En waarom denk je? Ik zou het niet weten. Hoeveel checkpoints heeft een rit bij de Shen Heroes? 2. En hoeveel hebben jullie er gezien? 1. Toen vroegen we ons eigen af, waar zijn we mee bezig? Maar dat ging niet helemaal goed. En we kregen honger. Heel honger. En we hadden niks meer. Dus het ging niet meer zo hard de laatste 30 kilometer. De 6e etappe is met rond 11 kilometer de langste etappe van Duchenne Heroes. En loopt van Herkenbosch naar Arsen. Het is een middelzware etappe met in het eerste deel felle klimmetjes en prachtige singletracks. Via uitdagende bospaden over de Nederlands-Duitse grens rijden de Heroes naar Venlo om uiteindelijk via de Maasduinen naar de finish in Arsen te rijden.